De volgende spreker. Je had wat vertraging. Misschien stond je ergens vast op de randweg. Ik heb daar iets over gehoord. Jullie aandacht voor de voorzitter van onze vakcentrale, Agnes Jongerius. Goedemorgen, Amsterdam. Goedemorgen voor de collega's van het GVB, maar ook voor jullie collega's van de HTM en de RET die hier zijn om jullie te steunen. Goedemorgen. In februari van dit jaar zijn jullie begonnen met jullie acties. En eerst waren het acties met minder lijnen in het openbaar vervoer. Toen volgde in april een actie met een stop van het openbaar vervoer tussen de spitsen. En uiteindelijk in mei hebben we de reiziger moeten treffen met een actie in de spits. En dat allemaal om ervoor te zorgen dat Den Haag gaat luisteren. Wat doen we als Den Haag niet luistert? Als Den Haag niet luistert, dan zorgen we ervoor dat Den Haag luistert. En vandaar dat jullie deze week voor de vierde keer in actie moeten. En niet omdat het jullie hobby is. Hoewel misschien een dagje actie ook wel leuk is. Maar niet omdat het jullie hobby is. Maar omdat het moet voor een goed openbaar vervoer. Want als wij nu niet in actie komen, als we nu niet de druk opvoeren, dan zet het kabinet zijn plannen gewoon door. Dan zijn er in Amsterdam over 2 tot 3 jaar 25 tot 30 van de 44 buslijnen weg. 6 van de 16 metrolijnen weg. Sorry, tramlijnen weg en 1 metrolijn verdwenen. En dan staan dus die reizigers niet 1 dag op het openbaar vervoer te wachten, maar de hele tijd. Dan komt die bus, die tram, die metro die weg is, nooit meer. En dat zijn alleen nog maar de cijfers van Amsterdam. In Rotterdam, in Den Haag zijn soortgelijke ontwikkelingen te verwachten. En dat heeft enorme gevolgen, niet alleen voor de reizigers, maar ook voor de medewerkers in het openbaar vervoer. Als het kabinet de huidige bezuinigingen doorzet en naar minder lijnen gaan rijden, dan is er ook minder werk. 1500 arbeidsplaatsen Amsterdam, 1000 in Rotterdam, 500 in Den Haag, en dat zijn nog maar de voorlopige berekeningen. En voor de collega's die hun werk wel behouden, wordt het werk er ook niet prettiger op. Vollere voertuigen, langere wachttijden, kortere lontjes leiden ongetwijfeld tot meer problemen in het openbaar vervoer. En langere files. Dat hebben we vanmorgen ook kunnen merken, langere files, inderdaad. En juist dat openbaar vervoer, ook hier in Amsterdam, heeft de afgelopen tijd enorm geïnvesteerd in de veiligheid. Er is geïnvesteerd in veilige materieel. Er is geïnvesteerd in cameratoezicht. Een centrale post voor alarmering. Als de druk op het openbaar vervoer zo opgevoerd wordt als die nu in de plannen zit, dan zet het kabinet daarmee de veiligheid van de reizigers op het spel. Maar ook die van de medewerkers. En dat vinden wij onaanvaardbaar. Nou, hebben jullie vast gisteren allemaal naar het nieuws gekeken? Ja. Niet naar het nieuws gekeken? Ja. Niet overgehoord hoe de minister geprobeerd heeft de stakingsbereidheid van vandaag te breken door, na wat ze zei, een groot gebaar te doen. Een groot gebaar, zei ze zelf. En in plaats van 120 miljoen bezuinigen, hoeft er nog maar
97 miljoen bezuinigd te worden. Nou, noem dat maar geen groot gebaar. En als je dan al weet dat er al 160 miljoen bezuinigd is op het openbaar vervoer sinds 2004, dan weet je dat die 97 miljoen extra desastreuze gevolgen zal hebben voor de kwaliteit van het stadsvervoer en voor de kwaliteit van jullie werk. Want ook was helder, de verplichte aanbesteding gaat in de plannen van de minister gewoon door. En dat betekent dat jullie mooie bedrijven, dat het GVB, de RET, de HTM, over een paar jaar niet meer zullen bestaan. En inderdaad, dat dacht ik niet. Dat dacht ik niet. De toezegging van die minister is geen groot gebaar, is zelfs niet eens echt een druppel op de gloeiende plaat. Want de reiziger schiet er niks mee op. De medewerkers verliezen nog steeds hun werk. De kwaliteit van het stadsvervoer zal verslechteren. En de veiligheid in het openbaar vervoer zal verminderen. En daarom, niet omdat het jullie hobby is, niet om de wethouder van Amsterdam te pesten, ook niet om de directeur van het GVB in Amsterdam te pesten, maar in het belang van de reiziger, in het belang van jullie als medewerkers, in het belang van de veiligheid van het vervoer in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, hebben wij maar één optie en dat is... En inderdaad, het is waar. Het is waar, er moet iets veranderen op het Binnenhof. En als ze niet luisteren, dan zullen we ervoor moeten zorgen dat ze luisteren. En daarom, beste mensen, wens ik jullie heel veel succes vandaag. Zoals ik ook de collega's morgen en overmorgen succes wens. Want inderdaad, het GVB, de HTM, de RET, ze moeten langer mee en dat moeten we met acties afdwingen. Veel succes met jullie acties. Agnes Jonkgerius, bedankt. Collega's.